Hoog bezoek op de Special Olympics in Berchem. Voetballegende Paul van Himst uit Dilbeek en wieler-icoon Eddy Merckx uit Meissen brachten vandaag een bezoekje aan onze Belgische voetbalspelers. Van Himst en Merckx werden als echte helden onthaald. Er is een voetbalgelegenheid en dat is ook de kans om een stimulans te zijn misschien voor de mentaal gehandicapte kinderen die voetballen. Vindt u dat belangrijk dat de Special Olympics hier georganiseerd worden? Nou, vind ik wel, ja. Er zijn ook veel publiciteit van gemaakt, terecht vind ik. En voor België is het ook een eer dat ze het mogen organiseren. Ik denk dat het belangrijk is dat je de jongens komt een beetje steunen en zien wat ze doen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Ook voor de Belgische voetbalspelers was het een speciaal moment. Ik vind het heel plezant als ik er komen zien. Maar ik weet alleen dat ze supporters zijn van Anderlecht. Dat ze altijd naar Anderlecht gaan zien. Ben jij zelf ook een supporter van Anderlecht? Ja, heel zeker. Kijk je naar hen op? Ja, heel veel. De twee sportlegendes volgden een deel van de match van onze Belgische spelers van langs de zijlijn. En ze zagen dat het goed was, want België behaalde een ruime 4-0 zege tegen Luxemburg. Hey! Hey, bij mij staat een fiere trainer. Absoluut. Hè. Na zo'n wedstrijd kun je alleen maar fier zijn. Als je spits drie keer scheurt en de rest van de spelers volgt, super gewoon. Je bent eigenlijk een topspeler. Ja, eigenlijk wel, ja. Straks gaan ze jou overkopen van het buitenland. Ja, dat kan kunnen. Dat is wel duur. Ik ga van 2000 miljoen vragen dan. Wat vond u van de match? Blij eigenlijk dat de Belgen gewonnen hebben. Dat was een mooie score, hè? Ja, dat is een mooie score. Maar kwalitatief, ja, kunnen natuurlijk die jongens hebben een handicap, maar toch zijn erbij die kunnen voetballen, alleszins, ja. België zal het goed doen en hopelijk halen ze de finale. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ze dan nog winnen ook. Morgen neemt België het op tegen Servië. Vrijdag volgt hopelijk de finale. Iedereen is er klaar voor. Belgium! Goal!